gaan Marlies Engels in de gaten houden. Want zij gaat ons wat meer vertellen over de kruiden die we in deze winterperiode gewoon lekker in de tuin vinden. Marlies Engels van de Polderkool in Lelystad. Goedemorgen, Marlies. Goedemorgen. Zo, nou, je hebt ook wel wat kruiden nodig, geloof ik, of niet? Ja, een beetje verkouden en net uit bed. Maar het is alleen verkouden of is het iets anders? Nee, geen corona. Ach, gelukkig. Ik moet in de keel van de ochtend nog, hè? Nou, maar er zijn heel veel mensen die hebben op het moment wel gewoon ook last van de keel. Neus verkouden een beetje. Denken gelijk dan aan het grote C-woord, maar dat is het niet. Zijn er op dit moment wat kruiden voor om A, je keel in goede gezondheid te houden en B, te laten herstellen van die kikker in je keel? Ja, eigenlijk wel. En hij is dichterbij dan je denkt. Want ik wou het eigenlijk vandaag over de kerstboom ook hebben. Of over de naaldbomen. Ja. En die lijken dus heel goed te zijn tegen verkoudheid. Dus als je echt verkoud bent en je bent echt in nood, dan zou je zo een paar takjes van de tennenboom af kunnen plukken en daar thee van kunnen zetten. Ah ja. Ik moet wel zeggen, de kerstboom ruikt heerlijk nog steeds ook. Maar je moet dus die takjes, die dennentakjes eraf halen. Maar dan moeten we eerst weten van welke kerstboom of van welke tennenboom. Ja, zijn alle bomen gelijk daarin? Nee, ja, ze hebben allemaal wel een desinfecterende werking, maar het meeste is de grove den eigenlijk. Dat is met die, ja, die zie je wel veel in het wild. Maar die hebben echt die hele lange naalden van wel 5 tot 8 centimeter, zeg maar. Oké, maar dan moet je het bos in. Ja, eigenlijk wel, maar dat is op dit moment ook heel goed, hè. Lekker buiten, geniet van de buitenlucht. Ja, zolang we die met z'n allen gaan doen, dan is het goed. Ja, nee, maar de bossen zijn wel genoeg. En er is genoeg en er is ruimte zat buiten. Nou, Marlies, help ons eventjes. We hebben een takje eraf geknipt. Ja. We hebben de naalden eraf gehaald. 8 centimeter. Ja. Die knip ik klein. Ja, knip het klein. En dan gewoon in een bekertje doen. En dan kan je er thee van zetten. Ik zou er wel een beetje honing bij doen, want het is vrij bitter van smaak. Mm-hmm. Dus dan een klein beetje honing erbij. En dan kan je er thee van zetten. Okay, en dat werkt ook postafdrijven. Ja, is dat het enige wat we kunnen doen tegen een rauwe keel, zeg maar? Nee, tijmsiroop is ook heel goed. Tijm heeft ook bijna iedereen wel in huis. Nou, ik zou het zo niet weten. Tijm. Na het kerstdiner heb je wel tijm in huis, hoor, denk ik. Doe je dat niet op je barbecue? Nee, eigenlijk niet. Ja. Nou, dat zeg ik, weet je wel. Ik denk dat een hoop mensen helemaal niet in de gaten hebben of ze überhaupt wel tijm in huis hebben, ja of nee. Maar kan je ook gewoon, als je toevallig naast de peper en zout, als je daar een busje tijm op staan, kun je daar dan ook die tijmsiroop van maken? Ja, dat kan zeker, ja. Nou, dat is toch makkelijker dan ik dacht. Ja. En hoe doen we dat? Een beetje hetzelfde als bij de grove den. Je doet gewoon wat tijmtakjes of blaadjes in een bekertje met warm water erbij, wat honing erbij. En dat verzacht de keel echt heel goed. Mm-hmm. En het desinfecteert en het verhoogt ook je weerstand. Oké, dan hebben we de dennenboom hebben we gehad, tijm hebben we gehad. Heb je nog iets anders? Ja. Mijn vader deed vroeger altijd iets met uien en bruine suiker en een beetje cognac erover en dat op zijn keel leggen. Ja, of ui naast je bed is ook heel goed, hè? Ja, ui is ook heel is dat nou een fabeltje of is het echt waar? Nee, dat is wel echt waar. Ja, er komen echt stoffen vrij uit een ui en die desinfecteren dan de lucht. En dat geeft echt weer ruimte en dat je makkelijker kan ademen, zeg maar. Ja. Het is wel zo, als je zo'n ui bij je bed hebt liggen en je wordt de volgende dag wakker, dat je wel vraagt van tegen je partner, ben jij het of is het die ui? Ja, dat vind ik wel een beetje, inderdaad. Ja. Maar wat had je van een ui? Wat had hij nog meer naast zijn bed? Een ui? Iets met citroen of zo? Met citroen en een cognacje. Ja, maar dat gooide hij in elkaar, weet je wel. Die ui en de bastardsuiker en dan een beetje cognac eroverheen. Ja, ja. En dat wordt dan op een of andere manier wordt dat warm. En dat legt hij dan op zijn keel gewoon ook, als hij last had van zijn keel. Oh, oké. Is het jou bekend, Marlies? Ja, dat zijn van die compressen. Dat doen mensen ook vaak, inderdaad. Dan, je kan het ook bijvoorbeeld met gember doen. Dat je gember raspt en dat leg je dan op je keel. Mm-hmm. En ui doen ze dan ook wel. En dat trekt dan alle vuil en slof. En snot en zo trekt dat uit. Hm. Soms doen mensen dat ook bijvoorbeeld een koolblad op je knie, als je een knieblessure hebt. Dat is dan dat heet een compress. En dat trekt dan via de huid, trekt het dan alle narigheid en ontsteking weg, zeg maar. Ja. Je had het al een beetje over gember. Gember is altijd goed, hè? Ja, gember is ook goed om de weerstand te verhogen, inderdaad. Altijd gember erbij. Ja, ik vind het niet zo lekker, gember. Nee, puur gember zo niet, nee.
Of een soesietje wel. Nee, maar gemberthee hou ik ook niet van. Moet er iets zoets bij doen. Ja. Ja, altijd honing. Maar honing is ook heel goed. Hè? Dat desinfecteert ook weer heel goed. Maar welke honing? Alle honing eigenlijk wel. Oh. Ja. Oké. Okay. Ja. Het beste is als je bijvoorbeeld honing uit de buurt hebt. Dan werkt het ook heel goed tegen pollen en tegen, hoe heet dat, hooikoorts. Oké. Okay. Ja, daar hebben we nu toch nu geen last van, midden in de winter, of wel? Nee. Dat is een zorg voor later, inderdaad. Nu dat is een zorg voor later. Oké. Okay. Ja. Goed, heb je nog een tip zo op de valreep van het oude jaar? Nou, ik vond het eigenlijk wel leuk dat ik nu tussen kerst en oud en nieuw was. En ik had eigenlijk ook dezelfde mispeltoe uitgekozen om te behandelen vandaag. Oh. Omdat het, dat is echt het kruid van de liefde. Hè? Die moet je nu in je huis hangen en die beschermt je. Oh, nou, en, hangt die bij jou nu ook, zie ik, op de achtergrond of niet? Nou, dat vraag je toch niet? Ja, ik heb hem hier inderdaad hangen, boven mijn hoofd. En ik wil vanuit hier eigenlijk alle mensen alle goeds en heel veel liefde toewensen, ook in het nieuwe jaar. Dat wat hoort onder de mispeltoe natuurlijk. Ja. Ja. Nou, we kunnen wel wat gebruiken. Ja, hè? Met z'n allen. Ja, zeker. Okay. En ik denk dat al die luisteraars dat ook voor jou gunnen, Marlies. Dank je wel. Ik hoop het. Ja, heel veel moois. Jij ook. En graag tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar. Doeg!